Japan-Nederland is begonnen. Dus, okay. En wij ook. En wij ook. Belangrijke informatie. Welkom allemaal bij Topnames. Je weet het, iedere dinsdagavond zijn we er. We naderen het einde van ons negende seizoen. Volgend jaar maken we de 10 jaar op zijn minst rond. Dat hebben we afgesproken, Stekel. Daarna gaan we kijken. Ja, we bekijken het per jaar. Maar volgend jaar, doen we in ieder geval. Toch? Die tien maken we samen in ieder geval af. Ja. Te gast is Josephine Groot. Josephine, je bent van Q-Layers. Ja. Wat doen jullie? Wij ontwikkelen een geautomatiseerd printsysteem. Waarmee we coatings automatisch kunnen aanbrengen op industriële oppervlaktes. Is een prachtige. Dat heeft voor mij wat uitleg. Ja, prachtig. Deze pitch is de pitch is goed. Ja, maar weet je, de elevator pitch van 10 seconden. Oké. Ja, wat we doen, als je denkt aan industriële oppervlaktes, bijvoorbeeld buizen, opslagtanks, vliegtuigen, windturbinebladen. Precies. Allerlei soorten oppervlaktes. Die worden voornamelijk nog met de hand gecoat. Dus vaak iemand met een roller die een enorm groot oppervlak met de hand coat. Of met een spraypistool gaan ze aan de gang. En dat heeft enorm veel tekortkomingen. Het is ook niet veilig. En het zorgt er vaak voor dat de verf alle kanten opvliegt. Als je bijvoorbeeld een spraypistool gebruikt, dan kan het zorgen voor 50% verfverlies. Omdat je sprayt, misschien heb je het wel eens gedaan, maar het vliegt echt alle kanten op. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een geautomatiseerd printsysteem. Een spraykop, een printkop, hoe je het ook noemt. Waarmee we coatings, dus eigenlijk gewoon verf, automatisch kunnen aanbrengen op oppervlaktes zonder overspray. En overspray is eigenlijk het fenomeen dat de verf alle kanten op vliegt. Ja. Dus met onze technologie kunnen we de laagdikte heel goed controleren. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het veel nauwkeuriger qua laagdikte en gelijkmatiger. Ja, precies. Gelijkmatig. Ik ben eigenlijk vooral verrast dat dat niet... Nee, ik ook. Standard operating procedure. Ja, nee, dat vind ik ook. Dus even serieus, een vliegtuig wordt nog steeds... Ja, voornamenlijk wel. Dus een vleugeldeel, dat wordt met de hand, met een roller... Of met een spray-systeem. Vaak wel met een spray-systeem als het binnen wordt gedaan. En als ze dan buiten moeten komen... Ik was laatst bij VDL, bij een lichtmastenafdeling van hen. Daar worden die grote masten worden inderdaad in een soort spuitkamer... luchtdicht, stofvrij, met zo'n sprayapparaat ingespoten. Dat is wat jij bedoelt. Precies. Ja, en hoe ziet dat dan bij jullie eruit? Ja, geheel geautomatiseerd. Maar daarvoor kun je ook een standaard spuitrobot kopen. Dat is niet zo heel erg nieuw. Automatiseren, ook al wordt het nog niet heel erg veel toegepast, maar het is al wel mogelijk. Wat zou dan wel echt fundamenteel anders zijn? De kop die wij hebben ontwikkeld, en je kunt het eigenlijk zien als een soort van een shielding, zeg maar. Een afscherming waarbinnen we coaten. Zorgt ervoor dat we alle verf richting het oppervlak sturen. En dat doen we met bepaalde luchtschermen. Daar hebben we wat aerodynamica voor gebruikt. Dus we zorgen zeg maar dat alle verf richting het oppervlak wordt gestuurd. En dat we de laagdikte heel goed controleren. En dat doen we door alle parameters die invloed hebben op het coatingproces te controleren. Dus luchtvochtigheid, temperatuur, afstand tot het oppervlak. Dat controleren we allemaal real-time. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Ja, dat is het mooie verhaal. We zijn begonnen in 2017. Ik woonde toen in een studentenflat in Delft. Want ik studeerde mijn master daar. En mijn buurman Ruben, wij kenden elkaar niet. Maar ik was net even van plan om een nieuw bedrijf op te starten. Mijn vorige bedrijf verkocht. En toen kwam ik in contact met Ruben, mijn buurman. En hij vertelde dat hij een technologie had gevonden waarmee je microstructuren kon printen. En toen waren we wat aan het brainstormen wat je er allemaal mee kan doen. En daar kun je onder andere haaihuidstructuurtjes mee printen. Dus een haai die heeft een microstructuur op zijn huid waarmee je de wrijvingsweerstand met het water, de wrijvingsweerstand met het water vermindert. En met die technologie zijn wij de enige in de hele wereld die dat soort structuurtjes kan printen. En uiteindelijk op hoge snelheid zou kunnen aanbrengen op industriële oppervlaktes. Dus we hadden die technologie. We zijn samen een bedrijf begonnen. En toen dachten we van nou, dit gaan we overal aanbrengen op industriële oppervlaktes. Ja. Dus ik kan me nog herinneren dat ik een presentatie gaf toen we net begonnen. En toen zei ik van nou, we hebben nu deze technologie. Over 2 maanden gaan we het aanbrengen op een groot schip. En dan gaan we aan de gang. Gaat lopen vanzelf. Moet kunnen. Ja. Zoveel geld hebben we nodig, dit is het plan. Nou ja, dat bleek toch even wat moeizamer te gaan dan gedacht. Want
als je dan kijkt naar wat er nu in de markt gebeurt, dus met een roller of een spuitpistool, handmatig coatings aanbrengen, dat gebeurt er nu. En dan naar microstructuren, dus op hele kleine schaal, heel gecontroleerd structuurtjes aanbrengen. Was het te groot? Daar zit een enorme gap, een enorm gat. Ja. Dus als we ooit microstructuren willen aanbrengen op industriële oppervlaktes, dan moeten we eerst zorgen dat het huidige proces verbeterd wordt. En daarnaast dat we het heel goed kunnen controleren, zodat we uiteindelijk naar microschaal kunnen gaan. Dus toen hebben we een strategische shift gemaakt om eerst de industrie te gaan helpen met het verbeteren van hun processen. Ja, en toen bleek dus dat dat ook gewoon, dat wisten we natuurlijk wel, anders begonnen we niet, maar dat dat ook gewoon een hele goede business case was, waarmee we nu het fundament kunnen bouwen, bedrijven op kunnen zetten. En ondertussen ontwikkelen we de microstructuur door. Dus die komen over een paar jaar op de markt. Dus waar eigenlijk jullie idee, dat concept, is eigenlijk te vroeg voor de markt? Ja, dat is te vroeg voor de markt. Dus maar wij helpen wel, je hebt het wel bewezen, gevalideerd dat het kan. Ja, de structuurtjes die zijn al bekend sinds de jaren 30. Dus daar is echt niks nieuws aan. Ja, maar dat je het ook geautomatiseerd kunt aanbrengen in die perfectie. We printen nu op 5 bij 5 centimeter samples. Ja. Op die schaal kan het. Geef eens een indruk van, er was vaker gelezen en gehoord, wat voor soort van efficiëntieverbeteringen kun je realiseren met dat soort microstructuren? Ja. Als je het hebt bijvoorbeeld over een windturbine. Ja, in principe, theoretisch kun je 3-8% weerstand besparen. Okay. Nou, bij een windturbineblad is aerodynamica enorm belangrijk. Ja. Als je de oppervlaktekwaliteit, of de, ja, ze noemen dat de surface roughness, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ruwheid van het oppervlak. Ja. Als dat met 20 micrometer varieert, dan verlaagt het al de energieefficiëntie met rond de 15%. Dus dat is echt significant. Dat zijn echt enorme efficiëntieverbeteringen. Ja. En dat maakt het ook logisch dat er natuurlijk geld in geïnvesteerd wordt in deze technologie. Precies, ja. In eerste instantie zou je dus willen dat een oppervlak zo glad mogelijk is. Dat is al een prestatie op zich. Ja. En dan daarbovenop kun je dus nog structuurtjes toevoegen om nog extra weerstand te besparen. En er is al één vliegtuig van Lufthansa waarbij ze het hebben geprobeerd met een andere technologie. Geen kostefficiënte schaalbare technologie, maar ze hebben het wel geprobeerd. En dat vliegtuig hebben ze een jaar rond laten vliegen. En daar hebben ze gezien dat het meer dan 1% brandstof bespaart. Om dat te kunnen aanbrengen. Of als je die structuurtjes aanbrengt op het vliegtuig. Het klinkt voor buitenstaanden misschien als weinig. Ja, nou, dat is gigantisch veel. Maar het is gigantisch als je dus... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de luchtvaart. Innovatie in dat soort sectoren is gewoon heel lastig. Je hebt een hele lange aanlooptijd. Een lange periode qua certificering, qua veiligheid. Veiligheidsprocedures waar je allemaal doorheen moet. Dus voordat je iets aanbrengt of kan doen in bijvoorbeeld de luchtvaart, maar ook de scheepsvaart of de windturbine-industrie, moet je echt heel veel valideren. Helemaal als je kijkt naar echt radicaal dingen veranderen. En met onze structuurtjes veranderen we eigenlijk helemaal bijna niks. Of tenminste, we veranderen niks aan het vliegtuig zelf. Het enige wat we veranderen is de structuur op het oppervlak. We hoeven niet eens met een coating te werken die nog niet bestaat. We kunnen met coatings werken die nu al op de markt zijn. Dus we veranderen eigenlijk heel weinig. En daarmee hebben we wel een hele serieuze impact. Het klinkt misschien weinig als je hoort 1%. Maar het kan echt tonnen CO2 per jaar schelen. Is het voor jullie ook frustrerend dat je eigenlijk al iets hebt waar de markt waarop je je richt nog niet... Nog niet klaar voor is. Ja. Is het voor je gevoel ook een stap terug? Ja. Ik ben van nature best wel ongeduldig. Dus natuurlijk vind ik dat vervelend. Ja. Wat mij betreft beginnen we morgen al met het aanbrengen van haaiheidsstructuur op schepen, vliegtuigen en windturbinebladen. Maar tegelijkertijd snap ik het ook wel weer. Ik snap ook wel dat de industrie niet zomaar hele risicovolle stappen kan nemen of... projecten. Ja, toch lijkt me vanuit jouw achtergrond ook best ingewikkeld. Want natuurlijk een klein beetje in verdiept. Maar zoals je het nu vertelt, hè, dus je brengt verfcoatings aan op industriële oppervlakten. Ja. Dan denk ik niet onmiddellijk van, hier zit een mevrouw die duurzaamheid als grootste doel in haar leven heeft geformuleerd. Terwijl als ik jouw cv bekijk... Ja. Is dat absoluut de rode draad volgens mij door alles wat je hebt gedaan. Ja, dat klopt. Weet je,
Misschien wel leuk om straks nog even een paar dingen daar uit te pikken. Want van die yoga chicks, was een bedrijf wat je net noemde, wat je verkocht hebt. Hè? Ja, klopt. Daar maakte je volgens mij leggings van gerecyclede petflesjes. Ja. Of om het even een beetje te duiden waar jouw... Waar mijn interesse is van wrong. Ja. En nu zeg je eigenlijk, ik heb een bedrijf en wij kunnen dus efficiënte verf spuiten op industriële oppervlakte. Ja, klopt. Ja. Ja, dat klopt. Duurzaamheid is voor mij echt heel erg belangrijk. En dat is ook de reden waarom ik dit bedrijf heb opgericht. Want als mensen aan duurzaamheid denken, dan denken ze heel snel aan consumentenproducten, veganistisch eten. Dat is allemaal super belangrijk. Yeah. Als je kijkt naar de invloed die je daarmee hebt, is het nog relatief klein. Natuurlijk, alles draagt bij. Maar als je kijkt naar waar de meeste energie wordt gebruikt, dan is dat toch wel in de industrie. En ik heb in mijn bachelor, mijn thesis geschreven voor ECN. Welke studie was dat? Science, Business and Innovation. Ja? Aan de VU. Aan de VU? In Amsterdam. Okay. Ja. En tijdens mijn studie ook het bedrijf opgericht en weer verkocht. Maar mijn afstuderen gedaan bij ECN in het Energy Efficiency Department. In Industry, dus Energy Efficiency in Industry. En daar zag ik dus hoe belangrijk energieefficiëntie is. Dus je kunt wel nieuwe zonnepanelen installeren of nieuwe windturbines installeren. Maar als je kijkt naar de totale lifecycle analysis, installeer je nog steeds nieuwe structuren. Je gebruikt nog steeds materiaal. Dus wat we eigenlijk moeten doen, is gewoon kijken naar alles wat we al doen en dat efficiënter doen en beter. Dus met wat wij doen... Vind je het dan lastig dat je nu eigenlijk... dat je nu een bedrijf hebt wat zich eigenlijk alleen maar richt op het efficiënter, sneller en goedkoper maken van het spuiten van verf op rotorbladen en vliegtuigvleugels? Ja. Ja. Nou ja, als ik dat dan zo lees, gaat het jou om die microvezel? Precies, of die structuren? Ja, maar zonder het huidige systeem zullen we nooit microstructuren kunnen aanbrengen op industriële oppervlaktes. Dus die stap is echt nodig om uiteindelijk dat te kunnen gaan doen. Ja. Dus het is een essentiële stap. Zonder gecontroleerde omgeving kunnen we nooit microstructuren doen. En daarbij is die eerste stap, we besparen alsnog tot 50% verf. Dus het is wel een duurzame stap. Het heeft een bepaald doel. En dat is dat we uiteindelijk die microstructuren kunnen doen. Je zei, je opereert in een omgeving, laat ik het niet conservatief noemen, maar in ieder geval die niet meteen jullie eindoplossing. Ja. Wat houdt dat voor jullie in? Is voor jullie echt bedrijf na bedrijf bezoeken, is dat een belangrijk onderdeel om jullie ideeën, jullie producten verkopen? Nou, dat eigenlijk helemaal niet. Nee? We doen, als je ook kijkt naar het team wat we hebben, dat zijn eigenlijk allemaal ingenieurs. Dus we zijn echt fulltime bezig met technologieontwikkeling. De enige die op dit moment wat anders doet in het bedrijf, behalve onze marketing en communications stagiair en vanaf morgen onze office manager, dat is heel fijn dat we die krijgen. Maar de enige die verder wat anders doet dan technologie, puur technologieontwikkeling, dat ben ik. Dus ik heb geen tijd om enorm veel bedrijven af te gaan. En dat is in deze fase ook nog niet heel erg belangrijk. Wat ik juist merk is dat we gewoon moeten zorgen dat we iets hebben wat klaar is. En dan komen die partijen vanzelf wel. Want wat ik merk is dat elke industrie die we benaderen sowieso geïnteresseerd is in ons product. Ja. En de eerste segmenten die we dan ingaan, we gaan buizen, opslagtanks en windturbinebladencoaten. Dat zijn onze eerste segmenten. Die hebben gewoon concrete problemen die wij zouden kunnen oplossen. Problemen voor ons die wij zien, die we kunnen oplossen. De markt moet ook, behalve heel conservatief, gigantisch zijn. Want, dat klopt. Om hier na te denken, maar elke lantaarnpaal is gekookt. Het is een bizar grote markt. We richten ons wel echt op grote oppervlaktes. Dus hoe groter, hoe beter. Het zijn geen lantaarnpalen, zeg je? Nee, in eerste instantie niet. Maar geen lantaarnpalen. Ja, vliegtuigen, windturbinebladen, schepen kan ook in de toekomst. Dus echt grote industriële oppervlaktes. Omdat we daar ook het verschil kunnen maken. En we zijn altijd afhankelijk van een robotarm of iets wat onze printkop beweegt langs een oppervlak. En als je voor een lantaarnpaal een speciaal
actuatiesysteem, een robotsysteem moet maken, dan is het net een te grote investering. Misschien is ook elke lantaarnpaal weer anders, bijvoorbeeld. Dus je wilt eigenlijk zo makkelijk mogelijk grote oppervlaktes doen. Waar ik ook nog in geïnteresseerd in ben, een leuk idee hebben met een buurman in een studentenflat. Dat is natuurlijk één ding. Ja. Maar daar een bedrijf van bouwen met inmiddels, 15 ja. mensen. Ja. Op ook nog een onderwerp wat te maken heeft met de industriële productie. Is enorm kapitaalintensief. Ja, klopt. Kun je de korte versie doen van hoe je van idee bent gekomen tot waar je nu staat? Want je hebt het over heel veel geld wat geïnvesteerd moet worden. Je hebt het over kennis, je hebt het over universiteit. Hoe werkt dat? Hoe pak je dat aan? We hebben in principe, we hebben veel te maken met de universiteit, omdat iedereen die bij ons komt werken, bij de TU heeft gestudeerd. Of tenminste bijna allemaal, in ieder geval bij de Technische Universiteit. Maar verder hebben we alles zelf gedaan. In het begin heel veel subsidies. We hebben het bedrijf echt kunnen opzetten vanwege of dankzij subsidies. Dus daar ben ik de overheid heel dankbaar voor. En ik vind dat ook heel erg mooi, want met die haaiuitstructuren zijn gewoon heel kapitaalintensief. We printen nu kleine samples en om van dat naar een vliegtuig te gaan, dat is gewoon een enorme stap. Dus als je gelijk begint met het zoeken van investeerders, dan ben je gelijk je hele bedrijf kwijt. Want je bent gewoon nog veel te, hangt veel te veel risico, komt erbij kijken. Dus als je met behulp van subsidies je bedrijf naar een volgende fase kan brengen, dan is je bedrijf gewoon weer veel meer waard. En dan kun je ook weer makkelijk investeringen ophalen. Dus in het begin heel veel subsidies, prijzen geld. Heb je ook in een accelerator gezeten? In jezelf, ja. Die hebben geholpen. Veel lang gehad? Ja, nog steeds. Morgenavond is het Meet the Startups event. En daar mag ik ook pitchen. Er komen allemaal corporates samen. Dat is echt, jezelf is echt top. Ook iedereen aanraden. Ik vind het echt een mini Silicon Valley. Zijn jullie wel eens geweest? Ja, ik ben wel eens geweest. Ja. Okay. Ja, ik vind het heel cool daar. Maar goed, in het begin is heel veel subsidies. Toen ook heel veel prijzengeld. Heel veel. Een beetje bootstrapping. Ja. Maar dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. Maar het is tegenwoordig helemaal populair om als groot bedrijf iets met start-ups te doen. Dus ook prijzen weg te geven. Nou, daar doen we ook gewoon aan mee. Ja. En dat werkt heel goed. Ja, maar wat ik bijvoorbeeld las, dat jullie eind vorig jaar heb je op een gegeven moment €300.000 uniek startkapitaal opgehaald bij Uniek. Ja. Ik denk, een team van 15 man met het soort ambitie wat jullie hebben, is helemaal niks. Nee, we zijn daarom... Zowel veel als weinig. Precies. Ja, nee, dat is weinig. Dus ben je al zover dat je ook daadwerkelijk betalende, goed betalende klanten hebt? Kun je het zelf gaan genereren? Of moet je zometeen echt een serieuze financiering in? Allebei. Want ik kan me voorstellen dat je, als je echt serieus dit wil opschalen, heb je het over miljoenen. Ja, dat klopt. Dus we zijn en bijna zover dat we de eerste buizen gaan coten voor de eerste klant. Dat is ook een launching customer waar we gewoon een goede... Kun je relatie zeggen wie dat mee is? Nee. Okay. Maar als we beginnen misschien wel, dan is het wat anders. Maar als je nog in ontwikkeling bent, is het anders. We zijn ook in gesprek met grote windturbinefabrikanten die het R&D-traject willen vooruitbetalen. Dus op die manier. Grote investeringsronden. Is dit een belangrijke rol die jij vervult nu? Zet al die ingenieurs verder technisch te doen en ben jij de boer aan het opgaan? Dat inderdaad. Zorgen dat we gewoon genoeg kapitaal hebben om in ieder geval vooruit te kunnen, om te groeien. Dus daar hou ik me mee bezig. Ik ben ook veel bezig met operational management de laatste tijd. Gewoon het algemene management. Ja. Van 15 man. En dat is voor mij ook binnen, moet ik zeggen. Ja. Wat vind je, ik vroeg het je eerder, vlak voor de uitzending al eventjes. Je bent ook uit het niks een groot bedrijf aan het bouwen. Wat is voor jou nu het leukste aan dit te doen? Ja, dat we enorm veel kunnen met de technologie die we hebben ontwikkeld en nog gaan ontwikkelen. Dat we echt, we kunnen gewoon overal ter wereld oppervlaktes gaan coaten. En daar kunnen we heel veel impact mee genereren. Dat vind ik het leukst.
Dus het einddoel. En in het proces daarnaartoe vind ik het heel leuk om een company culture te creëren. En ik vind het heel leuk om dingen te organiseren. Maar dan ook weer over de schutting te gooien. Ja, dus je bent niet van de executie. Wel van het bedenken, maar niet van het proces. Ik ben wel van de executie. Maar of ik het nou per se... Ik ben wel van de korte executie. Maar niet van het proces. Proces ook wel eigenlijk. Maar, dus je hebt laten zien dat het werkt, dan moet eigenlijk iemand anders het overnemen. Ja, ik vind het leuk om iets te bedenken op abstract niveau. En te managen op abstract niveau. En als het specifiek wordt, dan wil ik het liever aan iemand anders overlaten. Dat is wat ik het leukste vind. Maar Johan Schaap die vraagt via Twitter, hoe werkt jullie model? Doen jullie alles zelf? Verkoop je de technologie of een licentie? Of hoe werkt jullie model? Ja, ons businessmodel. We gaan de aankomende jaren licenseren, maar dan niet alleen het patent of de technologie, maar het totaal product, inclusief reparaties en totale maintenance. En dat doen we omdat we dan heel dicht op de klant zitten en een duidelijke feedback loop hebben, want ons product gaat niet direct totaal robuust zijn. Dus we moeten er gewoon heel dicht op zitten. En uiteindelijk hopen we toch wel richting een service te gaan. Dus oppervlaktes functioneel maken voor gewoon een prijs per vierkante meter. Of nog verder, je hebt een bepaald oppervlak. En je wil dat die een bepaalde functie krijgt. Dus bescherming of stroomopwekkend, weerstandsverminderend. Nou, prima. Dan gaan wij het coaten. We zorgen ook voor het onderhoud. En we zorgen gewoon dat die functionaliteit blijft werken. Ja. En daar heb je dan partners voor nodig. Want wij doen alleen maar coating applicatie. We hebben niemand, Ruben, de CTO, mijn co-founder, dat is echt een echte Willy Wortel. Die weet van alles, dus die weet ook wel heel veel van coatings. Maar we hebben geen echte chemical engineer of scheikundige binnen het team. Dus coatingkennis, dat outsourcen. En we zijn nu bezig met het opzetten van een partnership met Akzo Nobel. Want we hebben... Okay. Ja, want daar zit natuurlijk die kennis over die coatings. Ja. Wat jullie echt uniek maakt, is die kop en de manier waarop je het aanbrengt. Ja, de aanbrengmethode. Ja. En plus de robotarm ontwikkelen we ook niet zelf. Dus je hebt altijd iets wat de robot, wat de kop verplaatst. Is het daarmee niet ook, omdat je zo'n klein onderdeeltje pakt, kopieerbaar voor anderen? Nee. Wat we doen is echt uniek. Ja? Wereldwijd. Zowel, gepatenteerd? Ja. Twee patenten op de printkop en eentje op de microstructuren. Wel nog patent pending, dus we moeten nog... Ik wil zeggen, maar dat als het nog best anders heb je dat nog best snel geregeld. Ja, voor toch een precies. Heel lang, dat is altijd een lang... Dat is voor investeerders altijd heel interessant. Hè? Precies, patenten, ja. Maar het kost ook een kapitaal. Dus om te registreren, Hoe we het nu eigenlijk doen is gewoon, we delen gewoon zo min mogelijk... informatie, zeg maar echt inhoudelijke informatie. Ja. Dus jouw Willy Wortel heeft het allemaal in zijn hoofd zitten. Ja. Het team weet ook natuurlijk wel. Ik vind het wel fascinerend hoor, van yoga leggings gemaakt van petflesjes naar een industriële coating. Dat is een logische lijn, Steven. Dat is echt een logische lijn. Ik had ook nooit verwacht dat ik, toen ik mijn master ging doen, was het of eentje in Delft of politicologie. Dus dat kon nog alle kanten op. Nou, de meeste politicologen willen de maatschappij verbeteren en veranderen. Precies. Maar dat heb je ook een beetje in je, toch? Ja. Maar wat het is, ik denk dat ik ooit nog wel de politiek in ga, hoor. Maar waarom ik het niet heb gedaan, is omdat ik merkte dat als ik echt impact wil hebben, dan moet je gewoon zelf iets starten, iets voor jezelf doen en gewoon zelf iets bouwen. En dan heb je niet alleen maar impact op de wereld, maar ook op je medewerkers. Want jij bepaalt gewoon of zij gelukkig zijn. Weet je, ze zitten hun meeste tijd zitten ze bij jou op kantoor. Mm-hmm. Dus op die manier kun je heel veel impact hebben. En als je de politieke wereld ingaat, dan... Ik heb het gevoel dat je dan ingaat vol ambities. En na een paar jaar dan ga je een beetje steeds meer mee in dat te veel praten en te weinig... Hoe heb jij, als je zegt dat de sfeer is belangrijk, juist de cultuurbouw is belangrijk. Hoe heb je dat geleerd? Niets geleerd. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. En ik hou wel heel erg van, ik heb een boek gelezen, Reinventing Organizations. En dat gaat over, je hebt eigenlijk altijd
de hele human, menselijke evolutie, die, dat als je kijkt naar de evolutie, dan is dat geen continue lijn. Het gaat altijd met een bepaalde leap, zeg maar. In één keer sprongen naar een volgende stap. En we zitten nu net voor een echte mega transitie. En dat zie je gewoon overal terug. Weet je, energietransitie, persoonlijke ontwikkelingtransitie, zelfbewustzijnstransitie. En ook organisatietransitie. En dat beschrijven ze ook in het boek. En dat heet dan Thiel Organization Paradigm, paradigma. En dat gaat puur over jezelf mee, met je totale ik, zeg maar, naar werk komen. Omdat het vaak zo is dat mensen zichzelf thuis laten. En dat als een baantje zien. Ja. Ja. Maar hoe ziet jullie organisatie er anders uit, vind jij, dan zeg maar die van je ouders? Ja. Kijk, wij proberen heel veel vrijheid te geven aan medewerkers. Misschien soms zelfs te veel. Maar iedereen heeft het recht om beslissingen te maken. Als ze projecten willen oppakken, dan zou dat ook kunnen. Dus wat we eigenlijk verwachten is gewoon een proactieve houding. En ook dat mensen binnen ons team zichzelf willen ontwikkelen. Dat is heel belangrijk voor de omgeving die wij hebben gecreëerd. En als dat matcht, dan krijgen ze heel veel vrijheid om zichzelf te ontwikkelen. Om functies op te pakken, om buiten een bepaalde functie te stappen en weer iets anders op te pakken. Dus echt zichzelf te ontwikkelen. Heel veel teamactiviteiten. Deze donderdag geef ik weer een bootcamp. Ga ik weer met het team sporten. Zo doen we elke week bijna wel wat. Ja, tot slot. Ik twijfel als ik jou zo hoor praten absoluut niet aan jouw eigen commitment, discipline en hard werken. Maar ik las ook ergens dat je in 2012, we moeten een beetje uitkijken wat we zeggen, Nederlands kampioen boksen was. Ja, klopt. Dat goed. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn vanavond. Ja. Maar ook vanuit eigen ervaring vind ik het ook fascinerend om te zien, want ik denk heel erg dat als je één ding van topsport kunt zeggen, zit discipline, keihard werken, focus op je doel. Ja. Waar of niet? Ja, dat is helemaal. Ja, helemaal. Is dat een les die je ook meeneemt in dit avontuur? Ja, zeker. En ook, ik vind in het ondernemen, dat is ook gewoon topsport. Tenminste voor mij wel, zo zie ik het wel. Ja. Goed slapen, goed eten, gezond eten. Fit zijn. Ja, altijd 100% kunnen geven. Mensen zeggen ook heel vaak, je moet heel veel opgeven voor topsport. Ja. Ja. Geldt het ook voor ondernemen? Ja, tuurlijk. Maar het is net wat je daarom. Ja, ik vind het eigenlijk niet. Want je doet het met zoveel plezier. Dus op dat moment in je leven is het helemaal niet erg. Kijk, als ik over 5 jaar besluit van nou, ik vind het toch helemaal niks. Ik ga gewoon weer lekker met vrienden vaak wat drinken en dat weer meer oppakken. Dan is dat ook weer prima. Dus het is niet zo dat dit alles is voor de rest van je leven. Maar nu is het gewoon een fase waar je in zit. Dan moet je gewoon lekker van genieten. Ik mis helemaal niks op dit moment. Ik ben hartstikke gelukkig. Dat straal je ook wel uit. Mooi verhaal. Ja super. Ja. Dank voor je verhaal. Ik kom over een jaar eens vertellen hoe het dan gaat. Hopelijk zijn we dan wat verder met de microstructuur. Dat zou heel mooi zijn. Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors Bier & Co. voor het bier. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Want we hebben zo direct nog een uitzending. Kijk je on-demand, dan weet je dat je die en ook de andere 9 jaar aan topnames kunt terugkijken. Wat zijn dat eigenlijk bij elkaar? Nou, stel dat er 80 per jaar zijn. Keer 9, dat is al 720. Maar we hebben ook wel events gehad. 1000 hebben we, ik denk dat we 1000 mensen gesproken hebben. Best veel. Denk ik. Ja. Kijk even terug. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dag.